Tom, Arnoud Wokke, dat is een techjournalist van Tweakers. Die heeft een beetje uitgezocht hoe dat nou zit met die Nokia 301. Die zegt, ja, op dat toestel passen, afhankelijk van hoeveel apps erop staan of applicaties, 100.000 sms'jes, misschien wel 1 miljoen. En Tom, hij zegt ook, ja, dit kan geen noodzaak zijn om die berichten te verwijderen, wat Rutte zegt, maar het is gewoon een keuze, opzettelijk ja, de boel weg verwijderen. Is dat ook jouw analyse? Dat, ja, en laat Rutte dat ook gewoon zeggen. Even naar Tom Scheepstra. Ja, ik vind het wel heel opvallend dat je inderdaad, en dit zien we dus ook weer vaker hè, bij Rutte, dus eerst hoor je een reden, dan komt er een nieuw argument en het lijkt een soort van rookgordijn. En dan denk ik van, nou ga dan gewoon helemaal aan het begin zeggen, hoe zit het feitelijk in elkaar, wat heb je gedaan, zodat er geen ruis is. En dan kunnen we ook weer met dit debat kijken, hoe gaan we dit oplossen? En hoe gaan we dus de digitale informatiehuishouding bij die overheid verbeteren? In plaats van dat je dus nu over die incidenten en steeds over die details maar moet praten. Ja. Dat aantal 20 was volgens mij ingevuld door de Volkskrant. Volgens de Volkskrant heeft de landsadvocaat dat gezegd. Okay. Ja, dat klopt. Er zit nog iets anders achter. Als je goed kijkt naar wat er gisteren gebeurde, de argumentatie van afkomstig uit het ministerie van Algemene Zaken veranderde ook steeds. Het was eerst, hij wist alle berichten. Toen was het, hij wist de privéberichten. En die onderbouwing van 20, die schijnt gebaseerd te zijn op, dat is de capaciteit op een Nokia als je de berichten opslaat op de simkaart. Ja. Ja. Sla je in de telefoon zelf op, dan gaat het om duizenden. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook niet goed houdbaar, dat hij en op een oude telefoon werkt en niet weet hoe dat ding werkt. Nee. En Roger, voordat we nog even naar de bellers gaan tot slot, dan is ook een beetje de vraag, ja, wat is eigenlijk privé en wat is irrelevant? Kan je dat wel overlaten aan één persoon om hem of haar te laten beoordelen, dit is een irrelevant bericht? Want ja, iets kan later misschien ook pas relevant blijken te zijn. Dus het is ook een heel wiebelige manier van ermee omgaan, toch, met dit systeem? Dat blijft altijd wiebelig. Wanneer is een journalist privé en wanneer is die zakelijk? Die wiebeligheid die blijft altijd. De beste vorm is de vorm die ik net noemde. Een privételefoon en een zakelijke telefoon. Ja. Dan kunnen er nog steeds fouten gemaakt worden. Maar dan zit in ieder geval de persoon die beslist over bewaren of vernietigen niet meer aan de knoppen. Nee, en er moet dus duidelijk ook iets gebeuren aan die openbaarheid van bestuur. Ik dank Roger Vleugels, juridisch adviseur openbaarheid van bestuur. Fijn dat je erbij was. Wij gaan nog even naar wat bellers toe. Onze breekijzer vandaag, het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel erg eens. Ik ondersteun ook aan Tweakers.net. Ik heb zelf een telecombedrijf, dus die 20 sms'jes, dat is onzin. Rutte had heel goed de handleiding kunnen lezen, maar die worden bij de Nokia's nog bijgeleverd. En dit is, zoals Pieter Omtzigt ook zegt, typisch weer een voorbeeld van de bestuurscultuur zoals het niet zou moeten. Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Chris de Jong. Ja, goedemorgen. Nou, ik wilde even op een paar vorige bellers reageren die zeggen dat we, als we dit soort discussies voeren, eigenlijk in het gelukkigste land van Nederland van de wereld leven. En dat het eigenlijk om, ja, eigenlijk om een minuscuul zaakje gaat. Nou, dat is niet zo. Want het controleren van het bestuur is een van de essentialia van een democratie. En als meneer Rutte handelt zoals hij handelt, dan wordt die democratische controle daar fundamenteel mee ondermijnd. En dat is wel degelijk een patroon van deze premier. Ja. Dat wou ik graag nog even zeggen, als dat mag. Dat is bij deze gebeurd. Dank voor deze toevoeging. En tot slot nog even Helen. Of Helen, Helene. Goedemorgen. Helen. Hallo, Helen, zeg het maar. Is mijn telefoon nu aan? Jazeker, u bent in de uitzending, zeg maar. Oké, nou ja, ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met de stelling. Ik denk dat Mark Rutte een ontzettend drukke baan heeft. En misschien toch nog in een soort argeloosheid denkt van, nou, ik doe mijn privé-sms'jes maar even weg. Er zijn zoveel belangrijke dingen. Plus dat ik ook het gevoel heb dat er een kutse is om waar het maar kan deze man aan te vallen. Dus ik ben het er niet mee eens. Nee, en u vindt het veel gedoe om niks eigenlijk dus? Eigenlijk wel. Ja, dus dat deze man heel veel goeds doet. Ja. Dat kan, denk ik. Dank voor het bellen. Ik vraag me ook af, ja, als hij zelf, want hij heeft inderdaad een ontzettend drukke baan. Die man die reist de hele wereld rond. Maar blijkbaar heeft hij ook tijd om de hele dag op dat telefoontje te zitten en selectiekeuzes te maken. Van die moet bewaard blijven, die moet weg, die moet ik even doorbellen. Die mag weg. En mijn outbox is te vol, dan moet die ook weg. Ja, daar heeft hij wel tijd voor. Dus dat gaat niet zorgvuldig. Nee, daar lijkt het niet op. Ik heb wel voor het eerst in tijden weer Snake gespeeld. Als je op Google op Snake zoekt, dan kan je ook een online versie van Snake spelen. Is best wel weer leuk om een keertje te doen. Goed, wij gaan dit half uur beëindigen. Het verhaal van Mark Rutte over zijn sms'jes is totaal ongeloofwaardig. Dat is ons breek.
breekijzer vandaag. Je kan daar nog op stemmen via onze Instagram-pagina. 75% is het daar nu mee eens. Het debat in de Tweede Kamer is gaande. Mocht er nog nieuws uitkomen het komende half uur of daarna, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR.